Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Fred van Asselt met L'Ostalcazé. Ik zat net even te kijken en ik dacht, een fles met een gat in het etiket. En ik dacht te voelen dat het echt een gat is. Ja, nee. Ja, het is heel typerend, heel opvallend. Het stelt de zon voor. Het is het logo van het bedrijf. Het is een wijn uit de Languedoc Roussillonstreek. Ja, dat is een gebied met veel zonneuren. Ja, die schijnt er wel eens, ja. En ze hebben hun logo, hebben ze een zon. En bij de Rosé hebben ze daar een gat van gemaakt. Hm. Als typerend en kenmerkend en ook weer opvallend. Het is belangrijk dat de flessen opvallen. Dat het herkenbaar is voor consumenten. Nou, dan heb je met deze methode heb je dat wel getroffen, lijkt mij. Het is zeer apart. En iedereen herkent dat dan ook als hij het gekocht heeft. Het is iets heel herkenbaars. Het is een wijn uit de Languedoc Roussillon. Gemaakt van de Grenache-druif, Gérard-druif. Dat zijn over het algemeen druiven die veel worden gebruikt om rosé-wijnen te maken. Die zijn er geschikt voor omdat ze een laag tanninegehalte hebben. En tannine wil je niet hebben in de rosé-wijn. Dat moet lekker fruitig, fris, zomers, lente, proeven. Dus vandaar dat de druivensoorten vaak gebruikt worden die geen of een laag tanninegehalte hebben. En dat heb je ook niet nodig bij roséwijnen. Want tannine is alleen belangrijk als je wijnen wil wegleggen en wil laten ouderen. En dat is met rosé niet het geval. Alhoewel deze kwaliteit rosés vaak een jaar later nog beter smaken dan wanneer ze heel jong worden gedronken. Dus een goede wijn, ook een roséwijn, heeft toch wel een bepaalde ontwikkeling nodig. En men zegt wel eens, je moet de rosé alleen maar kopen van het jaar daarvoor. Maar dit zijn wijnen die kun je makkelijk nog een jaar later kopen en drinken. En dan vaak zijn ze nog beter ontwikkeld en smakelijker. Maar langer moet je hem eigenlijk niet laten liggen? Langer niet, nee. Het is 1 jaar, nu 2013, dat is prima. Nou, het is een mooie lichte roséwijn. Een mooie lichte rosé kleur. Het is helder. Het is een hele frisse, fruitige, beetje zuurstokjes fruit wat je erin zit. Dat hele frisse, rode fruit. Ja, rosé moet lekker koud gedronken worden. Kan de wijn ook hebben. Vaak is het wat aromatischer dan witte wijn. Hij is wat krachtiger als een witte wijn. Witte wijn moet je rond de 10, 12 graden serveren. Roséwijn mag rustig wel 4 tot 6 graden. Geeft een lekkere frisse toon, lekkere frisse hint. Bij deze wijn ook. Mooie frisse fruitsoorten. Van licht rood fruit, zoals wij dat noemen. Een beetje besjes, een beetje aardbeien, wat frambozen. Goed in de zuren. Je hebt frisse zuren en je hebt straffe zuren. Nou, deze heeft lekkere frisse zuren. Wat de wijn nodig heeft om hem lekker doordrinkbaar te maken. Een wijn zonder zuur is niet lekker. Ja, heerlijk. Lekkere afdronk, lekker zacht. Prima te gebruiken. Uiteraard op terrasjes, maar ook bij zomerse salades, bij vissoorten. Lichte vissoorten, niet die zware gebakken, maar mooi gestoomde vis. Licht vis, wit vis, gevogeltes, kip, kalkoen, fazant. Dat zijn allemaal heerlijke gerechten om deze rosé bij te drinken. Ik zou zeggen, cheers!